Zonnige dag. Het was vanmorgen een beetje bewolkt, maar het is nu echt heerlijk zonnig. Mijn balkon zit in de schaduw, maar kijk achter mij. Kan je wel zien dat deze hele straat gewoon lekker zonnig is. En wat we nu gaan doen is naar Venice Beach en we gaan een fiets huren en dan gaan we lekker fietsen. Ik heb vandaag trouwens dit aan. Kijk of ik jullie hierop kan zetten. Wow. Dit. Broek is van Levi's, shirtje is van Bershka. En ik heb mijn All-Stars aan. Ik heb zin in vandaag. Time is ook now om mijn witte melkvisbenen vaarwel te gaan zeggen. Ik ben eigenlijk best wel getint voor een Nederlands meisje. Maar echt, ik heb een tijdje geen zon gezien. Dus mijn benen zijn nog nooit zo bleek geweest. Let's do this. We hebben even een drankje. Kleintje. Damn, kleintje. Kijk dan. Oh, en mee, maar wat heb jij dan? Weer een corndog. Allemaal verschillende soorten eten bij één. En dan is er ook een rooftop terrace. Dus daar wilden we gaan eten. We hebben net wat sushi gekocht. En gewoon één roll. Weet je, we willen van alles wat. Nu staan we voor een Italiaan. Your fave. En daarna gaan we lekker opeten. Oké, het is loaded fries, sushi en pasta geworden. Ik wilde nog meer, maar zo moet ik echt wat niet op. Oké, we hebben net even gegeten en nu lopen we beneden bij de winkels. En mocht je trouwens benieuwd zijn wat voor winkels hier zitten, high-end winkels. En high-end, weet ik veel. Hoe heet dat? Dingen waar je veel te veel geld voor betaalt. Dingen waar je veel te veel geld voor betaalt. Maar ik heb het over een L'Occitane en zo. Dus allemaal body dingen. En waarschijnlijk ook wel make-up. En ze hebben ook een bath en body works. Maar dat vind ik, als je het mij vraagt, een beetje overdreven. Maar ja, wie vraagt het mij? Maar hier moet ook ergens een Urban Outfitters zijn. En dat is eigenlijk de reden dat we hier naartoe zijn gelopen ook, hoor. Oké, ik ben nu bij Urban Outfitters en ik heb een broek die ik wil passen. En een topje die er goed bij past. Lijkt me wel leuk. Even kijken of het past allemaal. Oké, ik vind het best leuk. Oké, ik krijg hem gewoon niet lichter dan dit. Maar ik vind het wel leuk staal op zich. En het zit heel lekker. Maar de broek zit misschien niet super mooi. Oh, beter licht. Oh nee, oké, even. Misschien, nou ja, maatje kleiner. Dat zou ik niet doen, maar. Deze is 30. Deze is, weet ik niet. 69. Oké, ik heb ze allebei niet gekocht. Ik vond het wel leukste. Oké, ik ben ziek maar kwijt hoor. Ik heb het niet gekocht. Ik vond het wel super leuk, maar ze stonden gewoon net niet super goed. Dus dan heb ik ze niet genomen. En we zijn weer bij onze Airbnb. Airbnb. Oké, we zijn hier op de kamer. Misschien zie je het wel. Mijn neusje, dat is een beetje verbrand. En Zico, hoe gaat het met jou eigenlijk? Mijn armen gaan verbrand. Hij heeft zijn mond vol, maar zijn armen zijn verbrand. We hebben het al ingesmeerd, hè? Het zou al minder rood moeten zijn. Ja. Ik denk wel dat het zou helpen van de body shop, maar het is gewoon steeds.
Maar kijk, hij zei zo, oh mijn huid. Dus ik zei, je bent verbrand. Zegt hij, nee, ik verbrand niet, ik verbrand nooit. Dus ik zei, schat, je bent echt verbrand, ik zie het gewoon. Ik zo, nee, helemaal niet, ik heb het nooit nog verbrand. Waarom zou hij opeens wel gebergen? En je gezicht ook, hè? Ja. Allemaal als neusje. Ik ben nooit verbrand. Nu wel. Het is trouwens al 6 uur hier. Ja. Het is 6 uur, maar wat we toch even gaan doen. Heb je honger? Ik heb geen honger nu. Oké, top. Dus ik ga heel veel chills aandoen, want we gaan even gewoon een rondje rijden. Vinden we cool, vinden we leuk. Dus dat gaan we nu doen. Echt, met per minuut wordt mijn gezicht roder. Maar ik heb ook echt zo'n plek op mijn neus, zeg maar. Eigenlijk meer aan deze kant. Dus ik moet gewoon zo mensen begroeten. Ik heb heel veel video geëdit, die is nu aan het klaar. Renderen. En ik heb heel veel een jurkje aangedaan, omdat ik echt even wat chillers aan wilde doen. En we wilden trouwens al veel eerder weggaan. We zijn echt een half uur langer hier gebleven. Omdat op de weg die we moesten hebben, het is zeg maar 17 minuutjes rijden. En opeens was het anderhalf uur, omdat er een ongeluk was gebeurd. Dus ik kreeg gewoon een melding van, dus op jullie weg een ongeluk gebeurd. En daarna gebeurde er nog geen. Dus we moesten gewoon heel eventjes wachten en dat hebben we gedaan. En nu is alles weer opgeklaard en is het gewoon weer 17 minuten voor de reistijd. Dus let's go. Oké, we gaan nu als eerste eventjes naar de Target. En weet je wat vet leuk is? Wij zijn van plan om allemaal dingen qua snacks et cetera te kopen. En dan te proeven en er een video van op te nemen. Want we zagen zoveel sick leuke dingen waarvan we echt super benieuwd zijn hoe het smaakt. Dus toen hadden we zoiets van, ja, misschien hebben jullie ook wel zoiets van dat jullie benieuwd zijn naar hoe het smaakt. Dus van daar. Oké, we zijn er. Ze hebben echt vet veel kleding trouwens hier in deze Target. We zijn al een keer in Target geweest, maar dat was echt geen kleding. Maar deze, we waren toch al een keer in Target, was er geen kleding? Nee. Nee, dat zeg ik net. We zijn in Target geweest. Oh ja, oké. ik heb het, oh, weet je, ik heb met die eerste, met die stop, met die supermarkt waar we de Thomas bagels hebben gehaald, heb ik verwarring. Geintje. We zijn dus in Target en ze hebben veel spullen. Gewoon in de supermarkt. Ja, $20. Echt waar? Zo'n grote? Oké, sick. Oké, ze hebben gewoon serieus leuke homespulletjes. Echt leuke dingen. Wow, dat wist ik helemaal niet. Dat had ik ook niet verwacht. Oeh. Allemaal leuk. Oh, maar zelfs behang. Nou, wel cool. Oké, we hebben dus al een paar dingen. 3 chips dingen en Oreo dingetjes. Maar nu gaan we nog even op zoek naar snoep. Want op een of andere manier hebben we dat gewoon wat gemist of zo. Dus dan gaan we nu even terug. Dit zijn toch ook een echt de leukste bordjes ook. Oeh, ik laat toch alles van vandaag. Zo leuk. Alles is leuk. Leuk. En Sally Hansen nagellak. $7. In Nederland €11,99. En dit is de plek waar we gaan eten. Iets met rustic. Ik weet het even niet meer, jongens. En ik heb mijn bril niet op, dus ik kon niet zien. Maar het ziet er vet leuk uit. En het zijn een beetje tapas. Maar dan Amerikaanse tapas. Dus gewoon kleine hapjes. En vet leuk. Oké, ze hebben dus allemaal hele lekkere dingetjes. En waar we nu voor gaan is sliders. En sliders zijn mini burgers. En dan krijg je er 3. En we gaan voor de braised short ribs. We hebben ook gekeken naar Zico. We hebben gekeken naar een burger. We hebben gekeken naar de fish tacos. Ze hebben trouwens ook lekkere mac and cheese. Of lekker, dat las ik op. Ja, nee, maar in de reviews wel is de mac and cheese heel erg over te spreken. Maar ik heb dat al 2 keer gegeten nu deze vakantie. Ze hebben garlic parmesan fries. Maar we hebben vandaag op dat gegeten. En ze hebben daily specials. Veggie meatballs, die wil ik ook graag. En we gaan ook nog buffalo chicken wings doen. En we hebben een biertje en een wijntje. En het ziet hier gewoon echt, als het scherp zou worden. Ja, kijk, het ziet er heel leuk uit. Nou, dit zijn de hamburgers. Doe maar. Wat zijn dit? Sliders? De sliders. Yes. Als M.A. M.A. heeft een rode neus, hè? Kun je dat ook eens zien? Chicken wings. Dit zijn de vegetarian meatballs. Dit is bijna Nieuw-Zeeland. Biertje en Monica.
Dat is echt de mooiste persoon ter wereld. Hey, sweetie. Echt? You're a clown. Oké, ik ben nu de vlog aan het editen en ik kom erachter dat ik geen afsluiting heb. Dus excuses, maar bij deze, dit was de vlog van het fietsen in Venice. Ik ben inmiddels al in Las Vegas, dus ik ben even... maar vandaag gaan we weer allemaal leuke dingen doen. Dus er komen nog heel veel leuke vlogs aan. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Ik vond fietsen in Venice echt super, super leuk. Doe even een duimpje omhoog als je het ook leuk lijkt. Of misschien heb je het al gedaan. Laat het in de comments even weten. En vergeet niet te abonneren als je geen één video wil missen. Bedankt voor het kijken. Doei doei!